Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug op het oorlogsveld hier in Civilization 5. De vorige keer hebben wij Suk Hot Hai overgenomen van Siam. Dat ging eigenlijk best vlot. Ik had eigenlijk veel meer tegenstand verwacht dat er eigenlijk was. Maar dat maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik ga de volgende stap nemen. En dat is Si Sachu, hele moeilijke naam. Die ga ik overnemen. Daarna dit. En dan hebben wij gewoon dit complete bovenstuk van dit eiland. Dit, Quebec City, is mijn ally. Lhasa is mijn ally. Dus dan heb ik hier gewoon de complete linksbovenhoek onder mijn bevel. En dat is perfect. Want ik heb echt meer manschappen nodig. Ik heb meer punten nodig. Want Alexander, die gaat ook best wel vrij hard. Dus daarom heb ik nu oorlog met hem. Het is even lullig voor die gozer, maar tja, doen we eraan, hè? Sukhothai, ik wil in jou bouwen een courthouse. Eerst al die extra unhappiness weg. En dan stomen we meteen in één keer door. Jij kan eventjes healen. Jij kan ook eventjes healen. En deze gasten die moeten gewoon eventjes wachten, want die zijn al bijna klaar met hun beurt. Dan komt nog een extra Gatling Cannon aanvaren, zie ik. Perfect, die kan ik goed gebruiken voor die Musketman. Al hebben die al geen kans tegen mijn rifleman, drie kanonnen, een... Oh, wacht, hoi. Is the following trade of interest to you? Tuurlijk, Washington. Ik kan op dit moment alle vrienden gebruiken die ik kan krijgen. Niet met stenen op mijn boot gooien. Heb jij nooit geleerd dat dat heel onbeleefd is? Ah! Mijn boot! Mijn boot is gezonken! Godsamme, jongens, kappen met die herrie. Oh, er staat ook nog een kanon. Uh-oh. Die zag ik eventjes niet aankomen. Probleem. Probleem, hoe gaan we dat er weer oplossen? Eerst moet dit kanon weg. Die stad hier, die regelt het maar dat kanon moet weg. Jij kan mooi eventjes als afleiding dienen. A great engineer has been born. Geweldig, dat zien we graag, hè. Surabaya, wat kan jij bouwen? Even kijken, we zitten nu in Jakarta. Maar ik wil een Surabaya. Ik kan ook geen Hermitage bouwen. En in Jakarta? Kan daar ook nog een wonder gebouwd worden? Nee. Bouw maar een... Forge. Smeden die zooi. Hier gaan we terug naar de oorlog. Dat is veel belangrijker. Gatling Cannon, schiet op dat kanon. Staat buiten zijn bereik zeker. Schiet! Hoppa, één kanon minder. Jij, schiet op hem. En goed mikken, hè, want zij hebben een grote kanon. Hoppa. Goed, volgende probleem. Kan jij daarbij? Dat hoop ik wel, anders heb ik een probleem. Jij blijft uit de buurt van het kanon. Schieten, jij kan hier niet raken. Hier naar boven. Jij kan wel schieten daar, denk ik, hè? Nee, dat kan je niet. Oh. Stom maar op, boot. Kan jij er wel op schieten? Weg met dat kanon. Ik heb geen zin in kanonnen. Jij gaat healen. En jij gaat hier opdrukken. Niet opdrukken, maar oprukken. Lekker oprukken. Dat klonk heel vies. Was het ook wel een beetje. Great person, die kan wel even wachten. Choose production in Surabaya. Een aqueduct. Choose production hier. Oh, hier kunnen we ook nog heen. Doe maar een factory. Oh, wacht. Al het land moet nog laden natuurlijk. Oh. Wat krijg je als je de game opent? Dan moet je al het land even laden. Zo, is nou weer voorbij. Kunnen we nou weer oorlog voeren? Ja, hè. Choose production in Hanoi. Doe maar een... Stock exchange. Waar zijn trouwens al mijn trade routes gebleven? Er zijn weer twee trade routes verdwenen. Waar die gebleven zijn, geen idee. Jij komt ook zomaar land. Kanon, kom deze kant maar op. Dan gaan we in één keer door. Oh god, is dat nog een kanon. Die had ik eventjes niet gezien. Jij oprukken. Naar die stad met die onuitspreekbare naam. Jij gaat ook doorrijden. En jij gaat eventjes wachten. Slapen. Jij gaat... Schieten op die stad. Nou, we hebben dat vast gedaan. Die stad is veel minder beschermd dan zijn hoofdstad uiteraard. Dus dat komt mij wel goed uit. Jij schieten. Kom.
Rotboot. Luister eens naar je baas. Ik ben hier de baas, niet jij. Oh shit, deze had ik moeten repareren. Friendly trade route plundert. Wie? Oh. Lekker dan. Als hij nou gewoon van mijn trade routes afblijft. Oh, god, ik haat mijn boot. Jong. Oh, dat kanon gaat op hem schieten. Zometeen. Want hij heeft nog één mannetje over, dus dat kanon neemt de tijd om op hem af te maken. Wat mij dan weer mooi de tijd geeft om dat kanon af te schieten. Eigenlijk moet ik me gewoon richten op deze stad nu. Maar dat kanon moet ook weg. Upcoming session. Er komt weer een sessie aan. Wars may be fought with weapons, but they are won by men. It is the spirit of the men who follow and of the man who leads that gains the victory. In dit geval ben ik de leider en we gaan voor die victory. Een cavalry, een military academy en een Brandenburg gate. Altijd handig, mooie poorten. Jij, varen en schieten, kom. Klote boot, daar ben je voor. Ik heb je aangenomen om te schieten, niet om rondjes te varen. Setup, range attack, schieten. Niet op die stad, op dat kanon, etter. Sukkel. Je moet op dat... Nou ja, laat maar. Oh, help, wat hebben we hier allemaal dingen. Jij, instant heal. Hier ook nog eentje. Instant heal. Privateer, ja, die is gezonken, helaas. Over 5 beurten gaan we stemmen over de wereldreligie. Het zou toch baas zijn als het heilige kipisme de wereldreligie werd, hè? Ik wil graag kunstmest uitvinden. En dat gooi ik dan in grote hoopjes naar die andere knijt. Hier wil ik graag een armory. Hier wil ik een dierentuin. Unit needs orders. Wie dan? Hij. Jij gaat varen naar... Eigenlijk moet ik naar hem gaan varen. 27. Naar Washington. Huppakee, naar Washington met jou. Jij ruikt ook op. Jij gaat dichterbij. Jij gaat dichterbij. Jij gaat naar de stad. En jij gaat daarheen. Unit needs orders, wie dan? Kan jij nog een stapje dichterbij? Nee, dat kan helemaal niet. Privateer. Schiet. Andere privateer, schiet ook. Hoppa. Sukhothai, kan ik nog wel even een andere privateer kopen, denk ik. Oh nee, dat gaat niet. Moet eerst dat ding klaar zijn. Dan kopen we hem wel in Hanoi. Werkt ook. Zo. Hier was ik trouwens ergens mijn grip aan het verliezen. Hoeveel heb ik nog? 61. Hier, kijk eens. Heb je 500 goud. Dan zijn we weer goede vriendjes, hè. Zo werkt dat. Wie goud heeft, die heeft de macht. Ja, mag daar alert zijn. Next turn. Komt weer een Gatling gun aan. Rij het land maar op. Next turn. Dit mannetje kan straks gewoon die stad binnenrennen. Deze privateers. Als deze nog een klap krijgt, heeft hij een probleem. Ik heb liever dat hij op hem schiet. Dat zal mij beter uitkomen. Ah, balen. Dan gaat mijn boot. Dan gaat mijn kanon. Auw, jongen. Is er nergens voor nodig. Waarom vallen jullie mij nou aan? Ik val jullie toch ook niet aan? Serieus. Stad, er liggen hier 3 boten voor je dak en jij gaat aanvallen. Oh god. Het zijn zijn boten. Als hij die stad inneemt, heb ik een probleem. Want dan pikt hij gewoon die stad in op het laatste moment. Hoe vaak is me dat wel niet gebeurd? Dan ben ik die stad compleet aan het slopen. En dan komt er eentje langs en die zegt van... Hé, weet je wat? Dat bevalt me eigenlijk wel. Dat stadje. En dan pikt hij hem in. Gauw goochems. Schiet. Kanon. Kanon. Deze mogen niet aan land komen. Ik weet niet eens of ze aan land willen kunnen komen trouwens. Unit needs orders. Privateer. Go.
Ja, maar op hem schieten. Zal niet veel uitmaken, maar... Oh, toch twee. Privateer, die kant op. Ja, gaat ook die kant op. Rijden met die hap. Het is wel handig, hij heeft al wat wegen tussen zijn steden. Komt mij goed uit. Slapen. Jij ook? We hebben straks nog een probleem met hem. Gelukkig dat dit kanon hem even af kan leiden. Unit needs orders. Alert. Next turn. Er komen alweer nieuwe kanonnen aan. Perfect. Alert. Nog meer kanonnen? Ja hoor. Voer ze maar aan die dingen. Kom op jongens, next turn. Kunnen meer te doen. Processing turn for Germany. Oh, Duitsland is weer aan het kloten. Ik moet punten verzamelen. Het moet gewoon. Hoi. Hij wil zich overgeven. In ruil daarvoor krijg ik zijn stad. Een andere stad. En hij wil vrienden maken met alle andere city-states. Oké. Nee, non. Is goed. We hebben zijn stad gekregen van hem. Perfect, hij wil geen oorlog meer. Prima. Wat zullen we met deze stad gaan doen? Annexeren. Laten we maar even een puppet maken. Lampang is van ons. Create ook maar een puppet. Zo, dan heeft hij alleen dit nog. Dan heeft hij zich dus overgegeven. Dan hebben we deze stad van hem gekregen. Die hebben we gekregen. Dan heeft hij zich overgegeven in de hoop dat hij hier lekker zijn ding mag blijven doen. Hij heeft een peace treaty voor 10 beurten. Nou vriend, ik kan je vertellen. Over 10 beurten is die stad ook gewoon van ons. Denk je dat ik maar mijn vredesverdragen hou? 1150. Kijk, nou nemen we tenminste weer een beetje een voorsprong op Alexander. Nou komen we er wat van. 92 van land. We hebben bijna net zoveel land als Alexander. En het is weer vrede, gelukkig. Ik werd al zo moe van al dat oorlog voeren. Troepen gaan maar vast naar de grens toe. Dat is dom van hem dat hij een vredesverdrag wilde. Nou kreeg ik gewoon de kans om al mijn troepen klaar te zetten. Dat is hartstikke dom van hem. Zo. Jullie daarheen. Denk je nou echt dat wij gewoon jouw stad laten lopen? Choose production in Jakarta. Brandenburger Gate. Jij kan de zee oversteken. Maak je die Brandenburger Gate maar af. Jij vaart naar de andere kant. Jij vaart naar de andere kant. Daar zo. Kanon komt weer aan land. Perfect. Alleen dit stukje resteert nog van hem. En dan is hij gewoon van het hele toneel verdwenen. Jij mag aan land, had ik al gezegd. Jij gaat alert zijn. Jij gaat alert zijn. Nee, jij gaat healen trouwens. Oh, stom. Nou ja. Heal je de volgende beurt maar. We hebben toch nog 10 beurten voordat er wat kan gebeuren. Jij alert. Alert. Next turn. Lekker oorlogje. Lekker oorlogje zo. Hier moet zometeen als eerste eens eventjes een profeet komen. Dat is het eerste wat hier moet komen. Dat rare geloof van hem moet eruit. Hij beschermt nou al mijn vriendjes. Waarom? Sukkel. New units from Sidon. Dankjewel Sidon. Wat voor? Een Gatling gun. Hey, dankjewel Mattie. En we kunnen weer een nieuwe policy pakken. Oké, dan. Resources by city states increased by 100%. Ja, kom maar. Hoppa, van 16 happiness naar 30. Daar gaan we weer lekker. Choose production, Surabaya, maak maar een fabriek. Ik kan deze stad ook wel gewoon annexeren. Kan mij het schelen. Annex the city. Dit. Waar is dat andere stadje? Daar. Ja, laat die maar even als puppet staan. Daar heb ik toch geen reet aan op dit moment. Jij gaat hier bouwen een courthouse.
Alert. Jij gaat ook die kant op. Oh, waar ging je nou heen? Hier. Ook die kant op. Hoe gaat het trouwens eigenlijk met mannetjes met legers? We staan echt bijna bovenaan met alles. We hebben bijna de meeste populatie. Bijna het meeste land, bijna de meeste literacy. Voor de rest zijn we allemaal bovenaan. Meeste soldaten, best approval. Iedereen is blij met me. Perfect, 100% happiness. Daar doen we het voor. Jij... Weet je wat, blijf jij maar hier. Ga jij maar daar de boel een beetje bewaken. Je weet maar nooit wat goed voor is. Jij mag daar blijven liggen. Gaan we slapen. Net zolang totdat ik je wakker maak. Nog 5 beurten, dan komt de kunstmester ons tegemoet. De geur komt je tegemoet, zodra je het pakje kunstmest open doet. Lekker hoor. Is dit alles wat je nog hebt? Een Gatling gun en een kanon en een worker. Heeft hij meer dan ik, want ik heb hier helemaal geen worker. Oh, welke van een worker? Kom maar. Worker, ik heb een idee voor jou. Jij gaat daar naartoe, naar Hanoi. En dan ga je de stad een weg bouwen. Jij gaat ook alert zijn. Next turn. Kom jongens, kappen dan met die bullshit. Ik heb niet de hele tijd zin om... constant maar op... beschermen te klikken. Jullie moeten ook wel een beetje zelf vooruit denken hoor. Ik kan jullie niet de hele tijd bij jullie handje vasthouden. Oh. Hij wordt een beetje boos. Hij vindt mijn voorstel dom. Komt natuurlijk omdat ik voor het heilige kipisme ga. Dat vindt hij niet fijn. En weet je wat? Suck it up, bitch. Heilig kipisme is de bam. Alexander is nou weer vrede met Nederland. Die gasten weten ook niet wat ze willen. Ze vechten 3 beurten en dan gaan ze vervolgens weer lekker met bij elkaar op de koffie. Ik snap het niet hoor. We kunnen gaan stemmen. Voor het wereldreligie, heilig kipisme. Heleboel zullen er tegen gaan stemmen. En hij wil een embargo met Perzië. Oké. World religion, heilig kipisme. Ik ben helemaal voor. Commit delegates. Heilig kipisme is gewoon de beste religie van de wereld. Er is gewoon niks beters. Route to... daar. Ga maar een weggetje bouwen. Next turn. Ik zou hem behoorlijk in mijn broek schijten als dit allemaal bij mij op de stoep zou staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kanonnen staan op zijn stoep. Ja, inderdaad. Ga daar maar heen. Wat een zet. Gaat hij vandaan naar daar? Waarom? Je staat daar beter hoor, op de berg. Want de berg is er echt beter beschermd. Heilig kipisme is failed. Ah. Oh. Helaas. Geen heilig kipisme als wereldreligie. Balen. Wat zullen we dan bedenken? World Leader. Oh, waarom niet? Ik wil helemaal geen wereldleider. Army Tax? Nee. Heritage Sites, World Religion is eigenlijk het enige wat ik voor wil stellen. Would be grateful. Oké, okay, historical landmarks. Is dat een idee dan, jongens? Ik vind het een basisidee. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Hey, Sidon. We waren toch matties? 33 om weer vriendjes te worden. Hier, 1000. Zijn we weer vriendjes, hè? Dan hebben we weer meer stemmen dan Alexander. Give a gift. 60 is needed. Ik heb op dit moment 34. Hier heb je 500 goud. Ook een ally. We hebben overal allies. Perfect. Een echte wereldleider heeft allies nodig, hè? Kan het niet in zijn eentje. Kanon, gaan we slapen. Jij, great scientist, maak die boel eens even af. De Brandenburger Tor, ja. Ik weet niet eens wat dat ding doet eigenlijk. Oh, jij is weer dankbaar. Dat dacht ik al, want het was uiteraard weer een perfect idee. Ik heb alleen maar goede ideeën. Research agreement, met wie nou weer? Oh.
Griekenland, jongen. Jullie worden echt heel vervelend. Zo zeg. Kunnen er nog meer berichtjes op? Pale death beats equally at a poor man's gate and at the palaces of kings. A great general appears near the city where the wonder was built. En 15 XP voor alle units die in deze stad gebouwd zijn. Van de Brandenburger Gate. Oké. Great general. Grote generaal, ai. Ja, wat moeten we er naartoe, grote generaal? Grote generaal, ik weet niet wat ik met jou moet doen, ha. Ga maar daar. Ga daar maar een ding oprichten. Ik zit te boeren. Ik moet gaan cola drinken en daar gaan opnemen. Dat is dom. Kijk eens van dus David Games. Ik ga jullie vragen om een goed duimpje achter te laten. Want ik zie dat we alweer lang genoeg bezig zijn. Morgen gaan we uiteraard gewoon weer vrolijk verder met Civilization 5. Ik hoop jullie dan ook weer te zien. Mocht je niet zo lang kunnen wachten, je kan altijd eventjes naar Vaco Games gaan. Mijn kanaal staat een link in de beschrijving. Kan je op klikken. En uiteraard ben ik er ook bezig met Civilization 5. Ik hoop jullie daar te zien. Voor nu. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Mazzel!